Ja, lieve mensen, het is alweer middag en toch ben ik al een hele tijd eruit, lieve vrienden. Ja, ik zeg in eerste instantie een hele hartelijke welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, ik ben er al een tijdje uit. Ik ben zelfs al weg geweest, ja. Ik zat net even in het gesprek met een vriendin. En ik heb een foto uitgeprint met mijn nieuwe printer. En die vind ik heel mooi gelukt. Daar sta ik zelf op. En mijn mannetje en mijn schoonmoeder. Ik hoop niet dat het touwtje ervoor langs hangt. Zo. Nou niet meer. Ja, die ga ik inzielen. Ik krijg zo meteen om 1 uur al iemand over de vloer voor de tuin van Wonen Plus is dat. In huis is het behoorlijk warm, maar nee, behoorlijk, het is 22,5. Gewoon een normale temperatuur, maar de zon die lijkt het toch, ja. Ik zit wat te zweten, terwijl het 20 zit ik nog met de vest aan. Gek hè, maar laat de deur wel dicht. Want het is buiten wel vele malen frisser dan dat het gisteren en eergisteren et cetera was. Dus die laat ik nog wel eventjes dicht tot het een beetje beter behagelijker is. Ik ga snel aan het werk, want Astrid komt, Chrissy komt, want ik krijg een hele drukke middag. En ik ben nog lang niet klaar, nee. Ik moet ook nog verder met die spiegel van Leni en Wim, die vorig jaar getrouwd zijn. Ja, die is ook heel mooi aan het worden. Ik zal ook even laten zien. Ik zal even staan. Daar staat Leni. Daar staat Wim. Nou, dat. Nou, roosjes er opnieuw eromheen. Maar dan wil ik hier al onderlangs, wil ik hun trouwdag hebben. Dus getrouwd op 24/7/2017. Dat komt erbij op. Maar ik weet nog niet hoe. Nee. Want met die kleine kraaltjes, dat is zo moeilijk en ik heb niet iets. Ja, in een fabriek gaat alles machinaal en dat kan ik niet. Nee, maar het is wel leuk geworden. Het is hier en daar een klein beetje scheef. Maar ja, scheve dingen piezen ze ook, zei mijn moeder altijd. Dus het zal wel dat scheve dingen ook kunnen piezen. Moeten we de mannen vragen? Ik weet het niet. Dus. Maar ja, oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Tot vandaag. Wanneer? Hoe? Wat? Weet ik niet. Met Chrissy mag ik vloggen, met Astrid niet. Nou ja, ik vlog wel, maar zij wil er niet op. En dat probeer ik te vermijden. Maar het gebeurt ook wel dat ze erop komt. Is niet mijn probleem, dan is die van haar wel. Ja, dus tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ik had niet één man op bezoek, maar twee mannen. En doorgaans in die auto. Daar zitten ze in. Ja. Daar gaan ze mee weg. Hopla. Die zijn dus net geweest. Maar ja, deze week krijgen we weer regen, et cetera. Dus ja, dat wachten we even liever af. Ik zelf ook. En dan zal het de andere week worden dat ze weer contact met me opnemen. Om dan een dag af te spreken. En ja, ze werken enkel in de ochtenduren. Van 9 tot 12 geloof ik dat die zijn. Dus ja, dat is dan afwachten. En nu is het afwachten totdat Astrid komt. Ja, en het is, laat leven. 16 minuten over 1. Ja, dus ja, komt allemaal goed. Ik ga proberen met die spiegel van Leni en Wim. Ik heb al wat leuks gevonden. En dan wou ik met die gouden dingetjes. Wou ik dus nodig op gaan doen en dan getrouwd op, ja.
Vind ik wel leuk. Ja, niet die gekleurde dingen hoor, dat vind ik niet mooi erbij. Die gouden. Ja. Ze hebben ook gouden ringen, dus. Mooi. Ja, vind ik van wel. Dus, dat komt er dan onderop. En dan is het een leuk spiegeltje. Vind ik. En die kunnen ze dan zondag meenemen, want zondag komen ze. En dan blijft Angela, hun dochter, een paar dagen bij me logeren. Ook weer leuk. Ja. Dus we krijgen druk. Maar het komt goed. Ik zeg het tot letters. Ja, en dan wordt mijn hondje zomaar even gemasseerd. Ja, en door wie? Ja, door onze Chrissy. Zeker. Zijn pootjes en haartjes zijn geknipt van zijn voorpootjes. Helemaal mooi. Alle haartjes weg. Alle haartjes, nou de achterpootjes nog. Je moet eerst voorpootje masseren, vrouwtje. Oh, eerst het voorpootje masseren, wordt er gezegd. Nou ja. En daar is het dus druk mee bezig. Zo lief, zo aandoenlijk. En ja, ik ben met een leuk plaatje bezig. Ja, gaat op een wc lijken, hè? Is ook een wc. Ja, wordt een heel leuk plaatje. En daar legt de telefoon. En wie zit daar aan de andere kant van de lijn? Hallo! Dat is dus Karin. Ja. Wie anders? Wie anders, hè? Maar ja, hartstikke leuk. En zo heen een heel drukke dag. Jullie weten het. Vanochtend al het een en het ander gebeurt. En vanmiddag Astrid en dan Chrissy. En die blijft lekker gezellig mee eten vanavond. Dus komt allemaal goed aan deze kant. Dus ik zeg tot straks maar weer. Nou, kijk eens. Hier leggen ze te vrijen. Oh, lief. Leggen ze zo te vrijen met z'n tweetjes. Is goed, meis? Is goed. Dan ben ik jouw vier in je mobiel terug. En dan gaan we. Is goed. Doei. Zo aan het kroelen. Zo aan het kroelen. Ja, hoe lief is dat toch? Aandoenlijk. Maar ik krijg zo weer telefoon van een andere vriendin. Dat was ze al. Dus ja, dan is het even opnemen. Oh ja, die kant op. Zo, ik ben er al. Hoi schat. Hey. Ik moet even mijn camera uitzetten, want ik ben ook aan het vloggen. Nou, toedeledokies lieve vrienden. Tot later. En een hele goede avond, lieve vrienden. Ja, het is bijna middernacht. Het loopt tegen 10:50 aan. En ja, daar zit een poezebeestje. Waar mijn hondje ligt. Daar. En daar ligt mijn prinsesje. Een miauw, die zegt dan miauw. Ja, die zegt dan miauw. Hé? Ja, en wat willen wij zeggen dan? Hé? Dat wij gaan sluiten met deze vlog. En morgen weer een nieuwe dag. Dat we weer gezellig door kunnen gaan. Ja. Dat ik zeg, lieve vrienden, allemaal lekker slapen, welterusten, gezond weer op. Met Gods zegen zal het vast wel lukken. En ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Later. Doei.